Hi, Ieke Maat hier van Wakker Worden met vlog nummer 39, de vlog waarin je alles leert over stress en burn-out. En in deze video wil ik je graag iets vertellen over problemen en dan met name richt je je op het probleem of richt je je op de oplossing. En de aanleiding van deze video is een coaching sessie die ik van de week had met een van mijn coachees. En zij vertelde me over een probleem wat ze had, dat haar heel veel stress bij haar opriep, heel veel stress veroorzaakte. En ze vertelde dat ze heel erg bezig was met hoe ze dat probleem nou eigenlijk kon oplossen. En gaandeweg het gesprek merkte ik dat zij vooral, hoewel ze zei dat ze graag het probleem wilde oplossen, dat zij vooral haar focus had op het probleem in plaats van op de oplossing. En daar hebben we een oefening mee gedaan en die wil ik graag met jullie delen. Omdat het vaker voorkomt hè, dat mensen heel erg gericht zijn op het probleem en denken dat ze daarmee het probleem oplossen. Dus ik denk dat dat waarde heeft voor meer mensen die heel veel stress ervaren. Dus wij deden de oefening als volgt. Op het moment dat er een probleem is, ieder probleem heeft een oplossing. Alleen dat probleem en die oplossing die liggen altijd uit elkaar. Die liggen niet, die horen niet bij elkaar. Of ze horen wel bij elkaar. Maar zie het als een spectrum. Aan de ene kant is het probleem. Aan de andere kant is de oplossing. En we gingen dat eigenlijk heel fysiek doen. Dus we hebben een lijn uitgezet. En aan de ene kant was het probleem. En aan de andere kant, een eind verderop, lag de oplossing. En we hebben eigenlijk even heel duidelijk uitgebeeld wat zij nou deed. En ik zei, nou draai je nou eens naar dat probleem toe. En toevallig was aan het begin van dat traject, wat we zo hadden uitgezet, stond een hele grote boom. En daar keek ze dus pal tegenaan. Ze had een enorm probleem voor de neus. Het was een reus van een boom. En die boom was echt in haar face. Dus het probleem was groot en recht voor haar. En ze keek maar naar het probleem. En de oplossing lag aan de andere kant, die lag achter haar. Dus als ik nu even omdraai, dan zou nu hier het probleem zijn. En andersom daar de oplossing. En stel je even voor, ik ga me weer terugdraaien. Ik sta nu met mijn gezicht naar de oplossing gericht. En achter mij is het probleem. Dus stel je even voor dat ik mijn hele tijd naar het probleem toe wend. Dan zie ik alleen maar het probleem. En Albert Einstein, dat vind ik een wijze man, die heeft ooit gezegd: een probleem kun je niet oplossen op hetzelfde niveau als waarop het gecreëerd is. En dat komt eigenlijk omdat alles is energie. De frequentie van een probleem is een hele andere frequentie dan de oplossing. Dus je zult echt naar een ander niveau mogen gaan. En in die oefeningen heb ik, ze stond naar de boom gekeerd. En de boom was echt recht in haar gezicht. En ik heb gevraagd, nou, hoe voelt dat nou? Ja, ik zie een enorm probleem voor me. Dus we hebben haar omgedraaid. En toen stond het probleem ineens achter haar. Ik zei, is het probleem nu weg? Nee, het probleem is niet weg. Want zij weet natuurlijk dat die boom nog steeds wel achter haar staat. Dat probleem nog steeds achter haar staat. Maar het was niet zo in haar gezicht. En er was ineens een open ruimte voor haar richting een oplossing. En ik zei, ja, het enige wat je nu nog hoeft te doen is te gaan bewegen richting die oplossing. Dus neem maar eens een stap en nog een stap en nog een stap. En hoe meer je richting de oplossing beweegt, hoe verder je van het probleem af komt te staan. Hoewel mijn uitleg nu waarschijnlijk niet zo veel impactvol is als de oefening die ik met deze dame heb gedaan en dat zij dat echt zo fysiek heeft ervaren, hoop ik dat het je toch een beetje iets duidelijk heeft gemaakt over, richt jij je nou op het probleem of richt je je vooral op de oplossing? Dus op het moment dat jij op dit moment aan het worstelen bent met het probleem, kijk eens of je meer kunt bedenken, meer in gedachten bezig kunt zijn met wat is nou de gewenste situatie. In plaats van wat wil ik niet. We zijn heel erg gewend om te zeggen, ik heb hier een probleem en dat wil ik niet.
Maar daarmee ben je nog steeds met je aandacht heel erg gericht op het probleem in plaats van op de oplossing. Dus kijk eens of je kunt formuleren, als je dat probleem dus niet wil, wat wil je dan wel? Wat wil je dan wel? En ga daar eens met je aandacht naartoe. Wat wil je wel? Dan ben je veel meer gericht op de oplossing. Nou, ik hoop dat dit een beetje wat duidelijkheid heeft gegeven. Mocht je er toch nog vragen over hebben, of mocht jij op dit moment met een probleem worstelen wat je enorm veel energie kost en daar niet uitkomen en je wil daar eens over sparren, dan kun je natuurlijk altijd eventjes contact opnemen. En anders wens ik je heel veel succes met het bewegen richting de oplossing. Ik wens je een hele fijne dag en tot een volgende video. Doei doei!